Vroeger stonden zondagen vooral in het teken van mei. Tegenwoordig zien de zondagen er met een kleintje iets anders uit. Om 7 uur 's ochtends begint Huub meestal om zijn eerste voeding te schreeuwen. Op dat moment ga ik naar beneden om alvast de kruiken warm te maken. Na de borstvoeding ben ik hem wat aan het vermaken met wat goede gesprekken. Nou ja, goede gesprekken, het zijn wat kreetjes die uit worden gestoten. Maar hij vindt het fantastisch. Ik overigens ook. Op zondag probeer ik meestal wel wat kilometers erin te krijgen. Langer dan een half uurtje lukt niet, maar dan heb ik in ieder geval wat beweging gehad. Na het hardlopen stap ik snel onder de douche, want ik heb nog veel plannen voor de dag. Inmiddels is de helft van de zondag alweer voorbij, maar ik heb het gevoel alsof de dag nog moet beginnen. We besluiten een stukje te gaan wandelen, zodat ik Huub zijn frisse neus kan halen. En Huub, die is zichtbaar aan het genieten van heel de omgeving. En op de terugweg moeten we een beetje vaart maken, want over 10 minuten staat de volgende kraamvisite weer voor de deur. Als de kraamvisite weg is, begint het avondritueel. En om 7 uur tijdens het eten pak ik nog net even een stukje studiovoetbal mee. Als de ene laatste voeding geweest is, leggen we hem op bed. De dag heeft dan bij ons meestal wel zijn tol geëist. En zelf gaan we er ook heel graag in liggen. Als ik op bed lig, besef ik dat ik niet heel veel tijd voor mezelf heb gehad. Maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat de aankomende periode niet anders zal zijn.